Oké, ik merk dat ik veel vragen krijg van mensen die willen leren hoe ze kunnen optrekken. Nou, er zijn een aantal trucjes om dat te leren. De eerste truc is gewoon kleine bewegingen maken en met je been helpen. Ik ga het even voordoen. Ik heb hier een lage bar. Ga ik op de grond een beetje zitten. Haal ik mijn voet op de grond en maak kleine bewegingen. Dan trek ik mezelf omhoog. Op deze manier maak je de eerste stapjes voor het optrekken. Nou, je maakt het jezelf makkelijker als je een chin-up doet. Dit is een chin-up met de polsen naar jezelf toe. En je kunt hem zo doen, dat is meer een pull-up. Een stukje zwaarder. Dan heb je je handen naar voren gewezen. Palmen. Nou, wat je ook kan doen. De volgende stap als je verder bent, wat sterker. Optrekken. Dan spring je omhoog. En laat jezelf rustig zakken. Nou, dit is degene waar de mensen echt zelf progressie boeken. Dus je springt omhoog. En laat jezelf rustig zakken. Heel lang. Nog een keer. Haal. Spring omhoog. Zo, rustig zakken. Nou, en probeer jezelf helemaal te laten zakken totdat je je arm volledig is gestrekt. Dus jump omhoog. Jezelf zakken. Nou, op deze manier kun je echt snel stappen maken met optrekken. Zo is die dus makkelijker. De chin-up. Dit is eigenlijk goed om te beginnen op deze manier. En de pull-up. Zwaar. Nou, en als je dit doet, kun je na een tijdje gewoon echt weer optrekken. Succes! Jeroen heeft net uitgelegd hoe je pull-ups voor de beginners vooral kan uitvoeren met beginstapjes. Maar ik zie zo vaak dat bij sportscholen dat heel veel mensen met pull-ups moeite hebben en dat ze het niet correct uitvoeren. Ik ga jullie bij dit filmpje even laten zien hoe je correct pull-ups kan eigenlijk uitvoeren. Wat belangrijk is dat je, als je die oefening aan het uitvoeren bent, dan heb je ongeveer een hoek van 90 graden bij je arm. Als je die bar wil vastpakken. Je houding is helemaal rechtop. Je bent helemaal trots. Borst naar voren, schouders naar achteren. En probeer je eigenlijk de rest van je lichaam te stabiliseren, zodat je geen swing hebt. Want je ziet heel veel bij die crossfitters, want die mensen, vooral beginners, het heel fout maken. Dat ze op een gegeven moment heel veel gaan swingen, dat ze hun benen gebruiken om omhoog te komen. Nou, als beginner is het op zich geen probleem. Op een gegeven moment wil je echt de focus leggen op je rugspieren. Dus daarom wil je eigenlijk je lichaam stabiliseren. Dus, dit is eigenlijk je, zeg maar, je afstand, je houding. Ga je de bar goed vastpakken, benen bij elkaar, buik goed. Dus je core eigenlijk aanspannen. Je kijkt lichtelijk omhoog, je trekt jezelf omhoog. 1 tel, 2 tellen, langzaam laten zakken. 1 tel dus, hoog. Adem uit. 2 tellen laten zakken. Als het goed is, voel je het voornamelijk in je grote rugspier, dus eigenlijk je vleugel. Ook natuurlijk alles met pullen, voel je ook in je biceps. Dus, denk erom, altijd goed te stabiliseren, langzaam die oefening uitvoeren, niet gaan swingen. Veel succes!